Welkom bij de graanflits van maandag 27 februari. De tarwe notering die stond er flink onder druk afgelopen week. De matief zakte naar 279,75 euro per ton, het laagste stand in een maand tijd. Ook de CBOT deed een forse stap terug, maar die bleef nog wel net boven de 7 dollar per bushel hangen. Het is inmiddels een jaar geleden, afgelopen vrijdag exact, uh, dat Rusland Oekraïne binnenviel. Aanbod van tarwe uit Zwarte Zeegebied uh, domineert sindsdien eigenlijk de markt. En op het moment is het vooral de uitverkoop waarin Rusland de talen doet. Daar hebben de Europese en Amerikaanse exporteurs toch wel behoorlijk last van op die wereldmarkt. Daar kwam afgelopen vrijdag nog bij dat uh, Poetin en Erdogan een overleg met elkaar hadden. Volgens een statement van het Kremlin uh, zijn er onder meer de praktische zaken rondom de energie-import-export tussen beide landen uh, over tafel gekomen. Maar ook de verlenging van de graandeal. En de export van kunstmest uit Rusland is ter sprake gekomen. En uh, met het vorderen van die gesprekken neemt toch, uh, dru dat drukte de prijs nog verder op de touwmarkt.